Binnen wijken en dorpen zorgen al deze verenigingen voor actieve deelname in de maatschappij. Het helpt ons zelfvertrouwen te winnen, mensen te leren kennen en een groter gevoel van veiligheid en tevredenheid te krijgen. Waarden die in deze tijd van angst onmiskenbaar belangrijk zijn en de investering zeker waard. Sommige voorstellingen, daar zijn heel weinig bezoekers. Maar dat is niet zozeer het gesubsidieerde aanbod. Het is soms ook een voorstelling in de entertainmentsfeer die niet goed loopt, om welke reden dan ook. We hebben volgende week zaterdag, hebben we Augustus Oklahoma, een 4 uur durend toneelstuk door een gesubsidieerd gezelschap. Maar die is uitverkocht, heel snel al. En Tineke Schouten, eigenlijk altijd garant voor volle zalen, dure kaartjes overigens. Maar die is aan het eind van het seizoen nog niet voor de helft verkocht. Is de stichting dan zo kwetsbaar? Het is een gegeven dat klassieke muziek sinds haar ontstaan altijd bestaan heeft bij de gratie van keurvorsten, adel en overheden. Adeldom verplicht overheden. Dat in tijden van crisis de tering naar de nering gezet moet worden, dat is duidelijk. Met enig passen en meten kan het fragiele bouwwerk dat wij zijn best wel aangepast worden. Maar als de subsidie rigoureus wordt teruggeschroefd tot nul, wordt de basis wel heel erg wankel. De wind te horen, we zijn de vriend. Het stelt haar prioriteiten. Beleefd en met niets slechts op kans van de wind. En cultuur kan dus blijkbaar wel beter. De haalvisie, ze is haar bestaan. Als door de plannen zo doorgaan. Het pakken onbetaalbaar duur. CKV-workshops, dat ik vaak van de docenten hoor van, goh, dat had ik helemaal niet achter die leerling verwacht. Kunst is ook een andere manier van communiceren. Het is ook op een andere manier je kunnen uiten. En vaak ligt dat veel dichter bij de mensen dan om dat gewoon maar uit te spreken. Het leuke is, die leerlingen, die verwachten vaak ook niet dat ze dat kunnen. En daarmee zie je ook dat door met kunst bezig te zijn, je soms ook onverwachte kanten van jezelf leert kennen. En die zijn hartstikke belangrijk. Maar ik heb niks meer te zeggen. Want het gesprek wat ik voer, dat valt in dorre zand. In dorre grond. Het gesprek wat ik moet voeren, er wordt niet meer geluisterd. Ik heb verteld over de waarde van kunst. Ik heb verteld over de educatieve waarde van kunst. Ik heb verteld wat kunst met mij doet. Wat kunst met de samenleving doet. En ik had prachtige voorbeelden. En het waren goede gesprekken. Maar ik heb helemaal niets meer te zeggen, want niemand luistert meer. Dus wat ik ga doen, ik ga kunst maken. Want de kunst te maken, kan ik mij zelf vinden. Dan kan ik misschien de taal snappen van de ander. En misschien vind ik dan een brug. Misschien weet ik dan wat ik te zeggen heb.